PSV onder 16 zou goede zaken kunnen doen als het wint van FC Twente. Dan haalt het Ajax in. En het zijn deze 11 namen die het vandaag moeten doen. Met bijvoorbeeld Antonissen en Van Lindert in de ploeg. Die ook wel eens meedoen met PSV onder 17. De eerste kans voor PSV via Dani Mathieu in handen van doelman Wolfs. Het is een van de weinige kansen in die eerste fase van de wedstrijd. PSV wel veel in balbezit. Hier via Milan Beumer kan die individuele actie maken. Probeert dat hier ook. Komt niet heel ver. Kan die bal niet goed kwijt. En dan maar via Kees van Lindert. Dit is Duda. Linksachter. Voorheen aanvallen. Goeie voorzet op Antonissen. Maar die wordt afgevlacht door de grensrechter. De jonge grensrechter van FC Twente. En dus geen doelpunt voor PSV. Dit is Puts. De rechtsachter van PSV op avontuur. Met de steekbal op Fofana. Fofana dan richting het doel van Twente. En die wordt geweerd door de keeper van FC Twente. Marcel Brands kijkt natuurlijk hoe de jeugd zich ontwikkelt op de hertgang. En ziet hier weer die linksachter van PSV, Duda, met de bal op Kees van Lindert. Puts. Puts met de voorzet. Fofana niet. Antonissen wel. Door de benen van de doelman van FC Twente. 1-0 voor PSV. Komt met wat mazzel voor de voeten. Maar dan moet je wel op de goede plek staan. En dat staat Jeremy Antonissen. Geen buitenspel. En de voorsprong is dus voor PSV onder 16. Dat hier weer in de aanval gaat. Weer via die linksachter. Duda, goede steekbal op Fofana. Timing is ook goed. Geen buitenspel. Fofana dan voor de 2-0 op de paal. En nog een keer op die paal. Het is zijn dag niet vandaag. En Twente dan in de aanval via Thomas Bos. Goed verlengd van Seppenwolde met het hoofd. Mooie actie. En de redding van Kamps. Maar het is Twente dat wel gevaarlijker wordt in die tweede helft. Het gaat wat meer risico's nemen. Het kruipt wat meer uit de schulp. En het zorgt er ook voor dat de wedstrijd wat aantrekkelijker wordt dan in die eerste helft. Antonissen met de bal misschien eroverheen. Goede ingreep van Max Wolfs. De doelman van FC Twente, cruciaal. Want als hij dat niet had gedaan, had het hier 2-0 gestaan voor PSV. En dan aan de andere kant. Victor Kamps weer in actie op de inzet van Seppenwolde. En dit is ook een mooi moment voor Pigmans. Maakt na 7 maanden blessureleed eindelijk zijn rentree. Geblesseerd aan zijn kruisband. Het is altijd een heel vervelende, nare blessure. En eindelijk mag hij weer officiële minuten maken. Vanuit de kluts, goed gedaan door Duda. Duda zelf, op avontuur. Rondom die 16 kan hij uithalen. Hij kan uithalen op de paal. En op Pigmans in de rebound. Had een mooie bekroning geweest op zijn rentree vandaag. Maar PSV onder 16 doet wel goede zaken. Het neemt de eerste plaats over van Ajax. Door een doelpunt van Jeremy Antonissen.